even, ik moet mijn kaartje terugverdienen. Dus je moet even vriendelijke dingen zeggen tegen de leuke vlog. Kijk. Jij mag de vlog openen vandaag. Nee, doe nou niet. Jij moet zelf de vlog openen, Arme. Is het een nieuwe telefoon? Ik ben net wakker, hè. Denk dat ik hier zit. Ja, nou, het is gelukt. Hallo kijkers van Arme Frodo en welkom bij weer een goed nieuwe vlog. Ja, maar nu zien ze ook gewoon mij niet articuleren. Dit kan ik ook gewoon voice-over. Hoezo? Ik doe dit altijd in de trein. Weet je nog toen ik naar Monaco was gegaan? Toen deed ik ook de opening in de trein. Deel even wat met de... Ik ben geen vlogger. Hoezo? Ja, dit is ook evenveel jouw vlog als mijn vlog. Jij staat even vaak in de titel als ik. Hier zijn we nog steeds op het station. Ik ben hier samen met Lucas. Wel hierin, we gaan hierin. Navigeer ons even naar binnen. Lucas, welk cijfer van 1 tot 10 geef je deze trein? Ja, dat is niet Oké, goede trein. Bedankt, Vlog. Ja, nee, ik wil even dat je een paar random namen noemt, want dan voelen random kijkers zich aangesproken. Nee, ik ga niet namen noemen. Want nou, hebben dit even. Helemaal niet voor mij gekocht. Jawel, dit is... Namens heel haar mevrouw door alle 309 abonnees hebben allemaal een steentje bijgedragen. Oké, ja, bedankt Wouter. En Harmen. Wie is jouw celebrity crush? Nina Waring. Oh ja, het was Nina Waring, nou maar. Dat was echt zo'n leuke opmerking voor de vlog. Hij cheat gewoon in de trein. Doe er goed even terug. Nee. Waarom niet? Schijnt in jouw vlog. Film je jezelf, dat hoop ik namelijk. Dit is mijn current mood. Echt een goede mood. Arme, kan je even normaal doen? Hallo iedereen, we zijn hier bij dit mooie puntige gebouw. Samen met mijn twee makkers. En Lucas is er ook nog, dus ik ga even Lucas ook even op de vlog. Lucas, wat leuk dat jij er ook nog bent. Doe nou niet hier, we zijn hier nu... We zijn op zoek naar de ingangen. Ja, dat is daar. Kijk, we zijn hier nu bij de Efteling. Ja? Heb je nou nog meer? Het regent. Het regent. Hoe vaak heb je dit erom gewikkeld? 1 keer maar. Dankjewel, nog een chocola. Vind je dat toch leuk? Ik vind het heel leuk, maar mijn tas begint een beetje vol te raken. Ja, maar ik moet het kwijt. Alle mensen in de vlog gaan nu... Commenten, gefeliciteerd Lucas met je verjaardag. Dat zijn er maar 3 mensen die gaan commenten, gefeliciteerd. Vind je dat grappig? Ja. Nee. Ja, alle abonnees. Alle abonnees, ik heb ze op 1 hand, kan ik ze tellen. Ik weet niet of jij 309 vingers hebt. Nee. Je moet zo bedanken, Lucas. Nee, ik denk niet. Zeg nou. Per naam. Als eerste wil ik graag even dat je me bedankt voor het feliciteren. Dat is wel normaal, joh. Oké, iedereen die feliciteert krijgt een euro van Lucas. Oké, afgesproken. Ik zet hem nu uit. Wat doe jij nou? Vlog. Ik weet niet, maar we moeten er even 1 van die 2 kiezen. Goeie vlog. Heel voorop, 5 minuten of minder. Nog steeds heel erg leuk dat jullie kijken. Lucas is even afgeleid, maar die kijkt zo ook nog wel even. Die weet niet dat we al een half minuut aan het filmen zijn. Wat gaan we gewoon? Hoe heet ze die? Dit is Wouter. Hij is mentaal 6 en is verder gewoon een hele aardige, toffe jongen die alles van zijn ouders krijgt. Hey Lucas. Nou, even niet hard. Je bent de hele dag al niet enthousiast in mijn vlog. Zeg even sorry tegen de kijkers. Nee. Ja. Ik heb helemaal niks te zeggen tegen die kijkers. Dit is ook evenveel jouw vlog als het mijn vlog is. Godverdomme. Zie je, nu zei je eindelijk grappige dingen. Ontslag. Welkom bij weer een gloednieuwe horrorvlog. Waarom is zoveel intro's? Ja, nee, de mensen vinden het leuk om de hele tijd zich welkom te voelen. Zo is mijn kijkers. Dit was heel eng. Jongens. Heel leuk het was. Dit was echt heel eng. Ga nooit naar de Efteling. Doe het niet, jongens. Doe het niet. Je hebt nog een kans om te leven. Ja, zo kan ik vloggen zonder dat er mensen op staan. Hallo? Welkom bij weer... een gloednieuwe vlog met 1000 andere mensen. Wil je even zeggen hallo? Hallo. Top. Hallo. Waarom zegt hij niks? Hallo. We zijn nu in deze attractie samen met natuurlijk Lucas. Wie heeft ooit bedacht dat we hierin gingen?
Waarom zit het hierin? Moet je Wouter vragen? Wouter! Waarom zit het hierin? Wouter, waarom zit het hierin? We will continue. Wat doen we hier? Waarom staan we stil? Ja. Wat? We hebben het kapot. Wat doen wij hier? We staan stil. Kunnen we gewoon weg? Kan ik uitstappen? Ja. Ja, dat kan. Jij cheater. Kom eraan. Welkom bij weer een gloednieuwe corona-podcast. Vandaag hebben we een artikel uit 2010. Ja. En dan hebben we het over de derde wereldoorlog van de Rutger en de Bier. Dus even rondkijken ofzo, weg met die camera. Ja, wat heb ik hier te doen? Dit is echt de meest kinderachtige attractie die ik ken. Ja, Wouter zei dat het leuk was. Wat is hier leuk aan? Vraag me echt af wat hier leuk aan is. Wouter, wat doen we hier? 2020. Ja, op zich hou ik wel van dit soort attracties waar je kan vloggen. Maar dit gaat wel heel langzaam. Zelfs deze, daar zit niemand. Ja, zo weinig. Ja, en dan net bij die andere. Beweegt echt alles. Hier zijn er maar een paar. Dat kan echt niet op de vlog. Wat je hem aan? Ja. Buik dan. Maar ik wil jou... je er niet in doen, hoor. Die doe ik erin. Dat is wel racistisch. Dit is wel een beetje... 2020? Nee. Lucas, wat vind je van de attractie? Ja, niet zo kwaad. Wat klote dit? Zullen we samen een TikTok opnemen hier? Nee. Je moet even dit dansje doen, zo. Doe maar even. Nee, we gaan helemaal geen TikTok opnemen. Jullie hadden nu even een TikTok dansje. Ja, TikTok. Ja, leuk hoor, zo'n attractie. We zitten nog steeds in de meest saaie attractie die er bestaat. Mexico. Het gaat niet voorbij. Deze attractie was echt een ramp. Ga hier ook niet in. Ik weet dat ik tot nu toe alleen nog maar bij elke attractie heb gezegd dat je er niet in moet gaan, maar ga er gewoon niet in. Ga gewoon niet naar de afstelling. Wat gaan we nu doen? Ga eens weg, jongen. Je weet nog niet wat het is, dus je moet het cadeautje nog even uitpakken. Wat zou het zijn? Helemaal niet, wat is het dan? En dan doe je gewoon voor mij een vlog, wat lief. Ja, want dit weet ik toch al wat het is. Nee, stop, pak nou uit. Je hebt het wel met de C geschreven. Ja, waarom zou ik met K schrijven? Maar het is met de K. Lucas, hoe schrijf je in jouw naam? Het is C of een K? Met de C? Ja, dat wist je toch? Het is toch natuurpapier? Ja. Stom, want dat kan je echt niet doen. Je kan het ook niet achterlaten. Oké, ik ben ook benieuwd wat er in het kaartje zit. Die komt ook van mij. Dankjewel, Maarten. Hoeveel euro zit erbij? Hoeveel chocoladerepen heb je nu al? Ja, ik ga het niet tellen. Hij doet niet zo leuk. Dus mocht je een keer denken, ik geef iemand 17 chocoladerepen voor zijn verjaardag, doe het niet. Het zijn 17 repen. Nee, want jij hebt nog niet alles. Oh. Slimbo, smiley. Wouter durft niet en dat is heel jammer, maar we slepen hem nog wel even mee naar binnen, dus dat komt wel goed. Hoi, hij wil jou even spreken. Lopen we wel goed? Ja, we lopen goed. Hier, zie je, zie je nou, vrouw? Het ligt niet altijd aan mij dat hij niet kan navigeren. Het is gewoon echt zo. De payback! Oh, gooi ze erin. Please, gooi ze in het water. Oké, beter. Yes. Jammer zeg. Ik loop nog een feit. Nou, we zitten weer in deze super spannende attractie. Wat vinden jullie er allemaal van? Heel spannend. Ja, door nog ik ben echt keer. Bang. Ja, en ik hoop nu deze keer niet dat ik net als in Walibi nat word. Ja, nou, ik ben helemaal nat. Wat ben je ook een hond als je dit soort attracties bedenkt. Jij niet. Kijk, Wouter. Ja, boeien, Wouter. Ik krijg hem recht in mijn gezicht. Ik krijg hem in mijn oor. Dit is ik ook krijg helemaal niks. Ik krijg hem recht in mijn gezicht. Pieter, wat een kutting. Nou, ging goed toch, Lucas? Ja, heerlijk dit. Nee, mijn rug is echt die ook helemaal nat. We zijn aangekomen bij de Fata Morgana, waar we alle tassen mee hebben van de mensen die de Python ingingen. Maar Wouter en ik hebben even voor een leuke attractie gekozen. En nu zijn we alle tassen aan het leeggejat op leuke spullen. Spannen! Meneer de Magier. Nederlands. Wat? Ze gaan helemaal vragen welke taal je bent. Dat was ik inderdaad vergeten. Ga je die heel vasthouden? Ik moet even wat doen. Want als je daar met volwassenen bent, dat je 10 centimeter blijft. Het laatste cadeau. Ja. Vindt wel zo. Dankjewel. Nu kan je drie keer halen. Wat zou erin zitten? Smolten. Ben je benieuwd wat erin zit? Ja.
Wat denk je? Een verrassing wordt het. Gesmolten chocola, wat lekker. Hoeveel repen heb je nu in totaal? 17. Ja! Ik zit vast. Doe eens even niet. Wat bedoel je? Dit is helemaal niet zo ongemakkelijk. Maar de camera is niet zo dichtbij. Kijk, dit is niet zo. Ga maar naar luchtig. Hallo? Nee, maar zo doe ik ook niet bij jullie. Wel. Hey, hoe gaat het met jou? Dat hoeft nou ook weer niet. Jij is zo irritant. We zijn aan het wachten bij de attractie De Joris en de Draak. De favoriete attractie van deze twee heren. Vind je dat een leuke opmerking? Je hoeft hem echt niet te liquideren nu. Nee, dat vind ik ook. En wou jij nog wat zeggen? Ja, nou, Harman, bedankt voor het kijken. Wat vond je nou van de Baron? Ananas en zo naar boef! Pizza, ja of nee? Anders ook pizza, nee. Paardrijden een sport, ja of nee? Ja. Formule 1 een sport, ja of nee? Ja. Schaken een sport, ja of nee? Ja. Een vriendin, ja of nee? Nee. Oh. Wil je nog even een shout-out doen naar je vriendin? Oh ja, ja Nicolette. Hey. Ja, shout-out naar jou. Shout-out naar mezelf en naar mijn moeder. Niet naar je vriendin? Ook naar mijn vriendin. Oké. Okay. Shout-out zijn zo leuk. We zitten hier nu in een attractie met gemiddelde mensen van 3 jaar. Heb jij toevallig hard te schreeuwen dat Sinterklaas niet bestaat? Nee, maar ik kan ook niet hard schreeuwen. Oh ja, dat is wel waar. Dat is heel jammer. Je hebt zware seks gehoord, zeg. Op de basisschool, dat is 1 april, dat was steeds op de... Wat is er dan gebeurd? Ik heb mensen die hebben nog gedaan. Oh, nou leuk. We zijn hier opnieuw met de boys. Lucas, je boy. Hey, wat leuk dat je er weer bent. Dit is? Nee, dit is geen wc. Welkom bij weer deze nieuwe vlog van nou Lucas en mij. Een slecht moment. Hoezo is het een slecht moment? Oh. Je vindt elk moment een slecht moment, maar je moet even, ik moet mijn kaartje terugverdienen. Dus je moet even vriendelijke dingen zeggen tegen de leuke vlog. Kijk. Hey. Was dat met je voet? Ja. Ik stuur je een tikkie voor 15 euro. Dan is je camera kapot. Beter. Ik zal heel even kijken of die... Ja, het is gezonder, maar als je daar te veel van hebt, is het even ongezond. Wat is dit? Welkom! Oh nee, welkom heb ik al veel te veel gezegd vandaag. Wat gaan we nu doen, Lucas? Vliegende Hollander. En wat doet de Vliegende Hollander? 3 keer over de kop, een saltootje, en dan weer op de baan, en dan landen in het water. Oké, Maarten en Bouten, wie is je celebrity crush? Harmen, wie is jouw celebrity? Nu ben ik ook opnieuw. Waarom vraag je dat aan mij? Jij vraagt iedereen. Kan dat gewoon een interessante vraag is? Nu mag jij het zeggen. Wie is jouw celebrity? Myron, de vriendin van Enzo. What the fuck? In verband met je eigen veiligheid verzoeken we je om te blijven zien. Bij de vlog, we dachten dat die al klaar was, maar nu gaan we rennen voor de bus. Gaan we rennen of niet? Gaan we niet rennen? Gaan we rennen? Slim dat jullie net een uur niet teken op je zullen gesleten. Kunnen we wel rennen? Ja, dat was wel leuk. Gaan we wel rennen? Kom, rennen. Ja, we gaan nou rennen. Hey! Waarom ga ik moeilijk rennen? Is dat wel de uitgang? Weet ik niet! Ten aanval! Heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Super leuk dat jullie allemaal gekeken hebben naar de verjaardagsvlog van deze jongen. Feliciteer hem allemaal even via zijn Instagram, @lucasruis24. Hij is
als deze vlog online komt, al een paar weken geweest. Ja. Maar ja, hij vindt het nog steeds super leuk om felicitaties te krijgen. Dus ja. En dan zegt Lucas nog maar één ding, en dat is. Volg mijn Insta, Wouter.last, heb je 033. Ja, het is zo'n tieve vlog. Hoezo? Lul, hè? Hij heeft hem ook aanstaan. Hij heeft hem ook aanstaan. Ja, ja. Hey, stop eens. Dit is mijn vlog. Nou, ik wist dat. Yo, pauze. Ah, fuck. Klootzak. Ja. Die versteringcamera weg even, jongen. Even weg.